Jullie weten nu heel wat meer over mijn werk en over de manier waarop ik de ruimtelijkheid in een schilderij verbeeld. Nu heb ik voor jullie een opdracht. Maak een tentoonstelling. Iedereen heeft thuis al een schilderij hangen, of bij de buren, of bij je tante, of op school. Die kunstwerken heb je al heel wat keren gezien. Bekijk het eens door de ruimtelijke bril. Hoe hebben schilders de ruimte in hun schilderij verbeeld? De opdracht. Ga op zoek naar die werken en vraag of je ze heel voorzichtig mee mag nemen naar school voor een expositie. En prik dan een datum voor die tentoonstelling. Bespreek in de groep hoe je de werken exposeert en hoe je de bezoekers kunt ontvangen. Dus hoe richt je een tentoonstelling in? Je moet nadenken over de titel van de tentoonstelling. Ga je informatiekaartjes maken? Je gaat de mensen waarschijnlijk rondleiden. Je hebt een drankje voor ze. Er zijn 101 dingen waar je aan moet denken. Maak aantekeningen over je bevindingen. En bespreek vooral de manier waarop kunstenaars gebruik hebben gemaakt van hun technieken om de ruimte te verbeelden. En als je klaar bent, presenteer je het resultaat aan je klas. Heel veel succes ermee.